Afgelopen zondag was er in de Amsterdam Arena de confrontatie tussen twee Denen met dezelfde voornaam. Kasper Dolberg tegen Kasper Larsen. Het eerste duel was meteen een felle en werd gewonnen door Larsen. Het zette de toon voor de rest van de wedstrijd, want het was Larsen die over het algemeen als winnaar uit de duels kwam. Dolberg kwam wel een paar keer in een gevaarlijke positie, maar wist de bal uiteindelijk niet achter FC Groningen keeper Sergio Pat te krijgen. Dolberg. Dolberg aanname. Schot. En de redding van Pat. Ja, het was oké. Okay. But you know, he's not the only good player. They have lots of good players. So he, yeah, today he was not so, yeah, how can you say it? Important maybe, but he was important for the other players to make them good. But yeah, it was okay. Larsen kreeg tegen Ajax niet alleen te maken met Dolberg, maar bij de hoekschoppen van Ajax ook met collega-verdediger Davinson Sanchez. I tried to cover him, but yeah, it was a little bit a strange situation, and maybe I should be more close to him. But yeah, it went through the first line, and yeah, it was a little bit. I couldn't see the ball, but yeah, if I look back, I would stay closer to him. Met een beetje geluk had FC Groningen met een punt of meer weg kunnen komen uit Amsterdam, maar dat zat er uiteindelijk niet in. Van Nief die probeert Onana te verrassen. Dat lukt bijna. Op de paal. Slimme poging van Van Nief. Want alles en iedereen rekent natuurlijk op een voorzet. En bijna was het 1-1. I think when we play against such good teams, we have to be very sharp in both ends. So if we want to get a point or three points, we need to be maybe a bit sharper when we get the chances in both ends.